Oh nee. Oh, dit gaat hem echt niet worden vandaag. Oh, zo kan ik toch niet naar 31 kleutersje toe. Oh, ik moet me ziek melden. Oh. Ja hoor, Anton, met mij. Je hoort het al, hè. Dat gaat hem niet worden, nee. Ja, ik hoop dat je een invaller kunt vinden. Ja, ik ziek uit, ja. Ja, doei. Goedemorgen, met Anton Tins van basisschool De Kievitsheuvel. Mag ik degene die gaat over inval? Dankjewel. Hi, met Anton Tins. Ik heb een kleuterjuf ziek en dringend een invaller nodig. Wat zeg je? Geen invaller? Vorige week ook al niet en toen heb ik een groep naar huis moeten sturen. Hoe kan ik dit nou verkopen naar de kinderen, naar de ouders? Dit is... Wat zegt u? U heeft een alternatief. Een zij-instromer? Ja, nou als dat maar goed gaat. Nou ja, dank u wel. Stuur die dan maar. En dan hoop ik dat we het met elkaar lappen. Dank u wel hoor. Goedemorgen, kinderen. Ja, ik ben gebeld door meester Anton. Dat er was een zieke juf. Of ik jullie wilde gaan oplappen. Nou, dat ga ik even doen natuurlijk, hè. Ik heb mijn emmer mee en mijn spons en mijn wisser. En een hele goede droogdoek. Ja, ik ga hier maar beginnen. Is dat een goed plan? Ja. Maar het moet wel goed, hè. Want de meester Anton wil wel goed inzien. Geen half werk. De gaatjes. Ja. Zo leren wij toch niet. Nou zeg, ik ben wel gebeld door de meester hoor. Vind ik wel heel sleu hoor. Zo leren wij. Ja, maar hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Ik weet het al. Jullie hoeven niet opgelapt te worden, maar jullie zoeken iemand die jullie moeten verbinden. Dus een leerkracht en een leerling moet verbinding komen. Maar ik weet iemand die heel goed kan verbinden hoor. Wacht maar. Goedemorgen. Ik ben gebeld voor een glazenwasser of ik bij jullie op school even kan komen verbinden. Dus dat kom ik doen. En jou mag ik gaan verbinden, hè? Nou, zo eens eventjes. Waar heb je allemaal pijn? Oh, op je knie. Och, meid. Nou, dan gaan we eens even jou goed verbinden. Dat is Oh. Ik moest jullie iets komen leren. Ja, want jullie juf is ziek. Dan weet ik het eigenlijk wel. Ik weet wel iemand die kan bij jullie iets komen meten. Daar kan je wat van leren. Die ga ik even bellen, ja? Doei! Doei! Zo, eens even kijken wat hier te klussen valt. Even meten. Ja. Dat is dan 2 meter. Oh ja, en jou wil ik ook even meten. Leren jullie zo niks? Oh, ik weet het al. Jullie hebben iemand nodig die jullie zorg kan verlenen. Ik ga hem even halen. Goedemorgen allemaal. Ja, ik kom maar, want jullie juf die kan niet. Dus dan kom ik hier vandaag wel eens even helpen. Oh, even kijken hoe met die kleuren zo'n beetje meet of die wangetjes er wel goed uitzien. Want ik heb ook pillen bij me. Hè? Stel je voor dat het nodig is. Ik denk dat jij wel een pilletje nodig hebt. Dat denk ik wel hoor. Nee?
Dit zijn wel hele lekkere pilletjes. En jouw kleur is wel goed. En jouw kleur ook. Oh. Je bent net ziek geweest, hè? Moet nog even een pilletje nemen, want dan blijft het goed gaan. Zo. Wat zeggen jullie me nou? Ik moest nog temperatuur meten en jullie leren niks. Nou ja, zeg. Dat vind ik toch wel jammer hoor. Dat jullie niks leren van temperatuur meten en kleurtjes meten. En ik kan ook nog de hartslag meten, maar... Ik weet het al. Jullie zeggen jullie leren niks van meten. Jullie zijn een beetje oververhit geworden dat jullie zo roepen wij leren niks. Ik weet het al. Hier moet even geblust worden. Dat ga ik regelen. Doei. Ik kom een brandje blussen. Oh, wacht. Ik heb een idee. Blussen helpt niet. Wat jullie nodig hebben, is gerechtigheid. Ik ga snel iemand bellen. Wat is dat nu? Gaan jullie niet allemaal staan als ik binnenkom? Mis. Er is hier iets helemaal mis. Jullie hebben helemaal geen eigen juf of een eigen meester. Moeten jullie dit vandaag gewoon helemaal zelf doen? Nou weet je, ik heb natuurlijk ook mijn lijntjes lopen, hè. Ik ga gewoon eventjes bellen. Ja, met de fietsende rechter. Jazeker. Oh, maar ze komen er al aan. Alle juffen van de Kiewietsheuvel, die ontzettende, lieve, creatieve, energieke juffen van de Kiewietsheuvel, die komen er gewoon aan. Oh, maar dan gaan die vandaag helemaal niet staken. Die willen jullie gewoon ontzettend goed onderwijs geven. Maar die willen toch iets laten zien aan al die belangrijke mensen in Den Haag. Laat ze maar komen.